Mijn naam is Erik Schipper. Ik geef al 12 jaar aardrijkskunde op de populiere school in Den Haag. Ik hoop dat deze video jou over de schutting van aardrijkskunde gaat helpen. Hoofdstuk 2 van de bergen naar de zee. Dit filmpje is voor zowel HAVO als VWO. Als er bepaalde onderdelen zijn die alleen belangrijk zijn voor de VWO, dan zal ik dat er wel bij zeggen. Meestal doe ik dit dan aan het eind van elke paragraaf. Wat gaan we doen hier in hoofdstuk 2? Hoofdstuk 2 is eigenlijk alleen maar fysische aardrijkskunde, oftewel natuurkundige aardrijkskunde. Zoals jullie weten, aardrijkskunde is heel erg breed. Het kan over mensen gaan, het kan over economie gaan, het kan over de natuur gaan. Dus eigenlijk gaat heel hoofdstuk 2 over de natuur. We gaan een soort reis maken. We gaan beginnen in de Alpen. Dat zijn jonge hoge bergen. Gaan we kijken hoe zijn de Alpen ontstaan. We gaan kijken naar de gletsjers, grote rivieren van ijs in de Alpen. Daarna gaan we een reisje maken langs de Rijn. En uiteindelijk komen we dan in Nederland terecht, waar we dan gaan hebben over kusten. Dit is eigenlijk een kort gezegd waar hoofdstuk 2 over gaat. Super interessant. Je gaat heel veel dingen leren van hoe zijn bergen ontstaan, wat zijn oude en jonge bergen, hoe zit het met rivieren, hoe zit het met het ontstaan van strand en duinen bij ons. Eigenlijk is al het zand wat bij ons op het strand ligt en in de duinen niks anders dan gesteente wat vroeger in de Alpen zat. Daar vandaan de titel van de bergen, dus de Alpen naar de zee. De hoofdvraag van dit hele hoofdstuk is eigenlijk: welke endogene en exogene processen hebben de natuurlandschappen in Europa gevormd? Nou, natuurlandschappen en landschappen die nog natuurlijk zijn. Cultuurlandschappen, dat zijn landschappen die dus door de mens helemaal zijn omgevormd. We hebben bijvoorbeeld steden en wegen gebouwd. Boeren hebben allerlei akkers en zo aangelegd. Dan noemen we het een cultuurlandschap. Nou, het begrip endogene, exogene processen hebben jullie in de brugklas al gehad. Daar gaan we nog een keertje op terugkomen. Verder natuurlijk ook super interessant, omdat wij ook in Europa wonen. Dus het is gewoon interessant om al deze natuurkundige verschijnselen in Europa gewoon wat beter te leren. Zometeen in mijn uitleg van de eerste paragraaf zal ik veel schakelen tussen het basisboek en de paragraaf in het lesboek. Ik ga de dingen een beetje aan elkaar koppelen en daarmee hoop ik dat je het goed gaat begrijpen. We gaan beginnen met paragraaf 1 en de titel is De vorming van de Alpen. Wie van jullie is wel eens in de Alpen geweest? Misschien in de zomer of misschien met de wintersport. De Alpen beginnen hier eigenlijk in Frankrijk. Dan lopen door Zwitserland, Oostenrijk, een stukje van Noord-Italië, Slovenië. Het is eigenlijk een hele grote komma als je zo van boven naar Europa kijkt. Dus de deelvraag van paragraaf 1 is: hoe zijn de Alpen ontstaan? Dat gaan wij leren. Paragraaf 1. Dit zijn de bladzijden van het VWO-boek. En dit zijn de bladzijden van het havenboek. Het is allemaal nagenoeg hetzelfde. Alleen bij het VWO-boek wordt er iets extra's besproken wat ik aan het einde ga uitleggen. En dan zeg ik er even bij. Degenen die de HAVO volgen, die kunnen dan dat stukje overslaan. Dit is de samenvatting alvast van paragraaf 1. Als je het filmpje stilzet, dan kan je het eventueel doorlezen. Voor de uitleg van paragraaf 1 ga ik eerst beginnen in het basisboek en wel B97, endogene en exogene krachten. We hebben het in de brugklas gehad, dus waarschijnlijk is het gewoon een soort herhaling voor je. Goed, de aarde is eigenlijk van binnen een gloeiende bol. De binnenkant bestaat eigenlijk uit een paar onderdelen. De kern, dan heb je het middengedeelte, dat noemen we de mantel. En dan de buitenkant is een dunne, harde, stenen korst waar wij dan op leven. Je kan eigenlijk zeggen, hoe dieper je de aarde ingaat, hoe warmer het wordt. De binnenkant van de aarde is het over de 5000 graden Celsius. Dat is zelfs heter dan de buitenkant van de zon. Nou, jullie hebben allemaal misschien wel eens water gekookt. En als je water gaat koken, dan weet je, dat gaat het water op een gegeven moment heel erg borrelen en heen en weer draaien in het pannetje. Nou, dat gebeurt eigenlijk min of meer ook
in de binnenkant van de aarde. Door de hitte van de aarde gaat het plastische gesteente, plastisch dat betekent het is niet vast, het is ook niet echt vloeibaar, gaat daardoor kringetjes draaien. Het gaat ook heen en weer circuleren, naar boven en weer naar beneden. Dat gaat heel erg traag, maar het beweegt wel. Door dit bewegen, daardoor wordt er geduwd tegen de stenen dunne aardkorst en ook aan getrokken, krijg je allerlei barsten in die dunne aardkorst, zoals jullie al geleerd hebben. Dan krijg je ook allerlei aardschollen of aardplaten en die dan door het duwen en trekken van de bewegingen in de mantel dan langzaam over het aardoppervlak bewegen met een aantal centimeters per jaar. Deze bewegingen van het plastische gesteente in de aardmantel noemen we convectiestromen. Convectiestromen. En deze bewegingen gebeurt dus door de hitte van de aarde en dat noemen we endogene krachten. Krachten van binnenuit de hitte van de aarde zorgt ervoor dat er convectiestromingen zijn. En dat zorgt ervoor dat in de aardkorst breuken zitten en dat de aardplaten langzaam bewegen. Het resultaat van deze convectiestromingen is dus een gebroken aardkorst met allerlei breuken en allerlei platen, grote en kleinere platen. Nu ga ik van het basisboek weer even een klein sprongetje maken naar paragraaf 1. Dus endogene krachten zorgen voor breuken in de aardkorst. Daardoor bewegen de schollen of platen. Je hebt drie soorten bewegingen, dat hebben jullie vorig jaar al geleerd. Of platen bewegen uit elkaar, dan krijg je een spleet. Of platen bewegen naar elkaar toe, hè, dat ze botsen. Of platen schuiven langs elkaar. Als ze uit elkaar bewegen, dan noemen we dat een divergente beweging. Als ze na elkaar bewegen, dus dat ze botsen, noemen we het een convergerende beweging. OO, botsen convergerend. En als ze langs elkaar schuiven, dan noemen we het een transforme beweging. Dus uit elkaar divergent, naar elkaar convergent, langs elkaar transform met een F. Ook als platen naar elkaar toe bewegen, op de plaatsen waar platen naar elkaar toe bewegen, ontstaan gebergten. En daar ga ik wat meer over vertellen. Nou, hoe ontstaan bergen? En in dit geval, hoe zijn de Alpen ontstaan? We zien op deze wereldkaart dat de Afrikaanse plaat, kijk naar het pijltje, naar het noorden beweegt. We zien hier dat de Eurasiatische plaat, waar Europa aan hangt, een beetje naar het zuiden beweegt. Dus deze twee platen botsen tegen elkaar. Nou, tussen Europa en Afrika, vroeger lag Europa en Afrika veel verder uit elkaar. De Middellandse Zee was vroeger veel breder. De Middellandse Zee gaat steeds smaller worden en in de toekomst zal die dan helemaal verdwijnen, omdat over vele miljoenen jaren Afrika op een gegeven moment helemaal tegen Europa aan gaat komen. Maar goed, dus lang geleden, nog steeds eigenlijk, was er eigenlijk een horizontale zeebodem. Wat bestaat uit sedimentgesteente? Daar ga ik zo met meer over vertellen. In dit gesteente vind je ook allerlei zeediertjes of fossiele restanten van zeedieren die daar vroeger hebben geleefd. Bijvoorbeeld heel veel schelpen. Nou, omdat Afrika tegen Europa aanduwt, bots, begint deze zeebodem kreukelen. Dit kan, het gesteente ging niet breken, het ging zich vervormen, kreukelen, omdat deze gekreukel eigenlijk diep in de aardkorst plaatsvindt, waar het warm is, en omdat het daar warm is en de druk hoog is, breekt het gesteente niet, maar gaat het kreukelen, oftewel plooien. Nou, Afrika komt dan steeds elk jaar weer een beetje dichter naar Europa toe, dus die plooien worden steeds scherper, hoger, en op een gegeven moment gaat dat zich opheffen. Het komt eigenlijk, steekt eigenlijk zijn koppen boven de zee uit. En dit proces gaat maar door. Kijk, het duurt ook tientallen miljoenen jaren. En op een gegeven moment is dat zo hoog opgeheven dat daar dus bergen zijn ontstaan. Oftewel de Alpen. En daarom noemen we dit soort gebergte, wat ontstaat door het botsen
van twee platen, waardoor er een bodem van een zee, wat eerst horizontaal was, verticaal omhoog geduwd wordt, noemen we dan ook plooiingsgebergte. Dus eigenlijk zijn de Alpen niks anders dan een soort met gerimpelde tafellaken, wat vroeger horizontaal lag. Door het duwen, ging het plooien, werd het opgeheven, kwam het omhoog. En daardoor zijn dus nogmaals de Alpen ontstaan. De Alpen zijn niet de enige plooiingsgebergte op aarde. Je hebt nog veel meer plooiingsgebergte die door het duwen omhoog geheven worden. Denk aan de Himalaya, denk aan de Andesgebergte bij Zuid-Amerika. Dus op meerdere plekken op aarde worden bergen omhoog geplooid, omhoog geduwd door botsende platen. 1. De Alpen. Ze zijn de hoogste gebergten van Europa. Vroeger was dus het eigenlijk een tropische zeebodem. Met dikke, lage sedimentgesteenten. Ga ik zo beter uitleggen. En in deze sedimentgesteenten vind je dus zand, wat steen is geworden, planten, dieren, resten, fossielen. Daarom, als je hoog in de bergen loopt, in de Alpen, kom je hoog, op duizenden meters hoogte, kom je allerlei fossiele restanten van vroegere zeedieren tegen. Omdat de Alpen waren vroeger een zeebodem. Nou, mooi toch? Dat is toch bizar? Dat zo'n zeebodem dan duizenden meter door die endogene krachten, krachten van binnenuit, door die botsende platen, dat omhoog geduwd is. Nou, rond het Middellandse zeegebied heb je meer plooiingsgebergten, niet alleen de Alpen. Je hebt ook de Sierra Nevada in Spanje, de Pyreneeën op de grens van Frankrijk en Spanje, de Apennijnen in Italië, de Karpaten. Dus er zijn rond het Middellandse zeegebied zijn er wel meer plooiingsgebergten. Maar goed, wij focussen ons nu alleen even op de Alpen. De Alpen noemen we ook een jong gebergte. Zeg maar pak een beet 10 miljoen jaar oud. Geologisch gezien, geologen bestuderen de aarde, is dit jong. Want de aarde is 4,5 miljard jaar oud, dus 10 miljoen jaar is dus gewoon jong. Hoe kan je jonge gebergten herkennen? Nou, in ieder geval niet op dit fotootje. Want jonge bergen, ik zal het even laten zien, zien er meer zo uit. Heel erg hoog, heel erg steil, heel erg spits, diepe dalen. Dit moeten jullie weten. Dus jonge gebergten zijn hoog, steil, spits, diepe dalen. Oude gebergten, zoals op dit fotootje, waren natuurlijk ook ooit eens jong. Die zaten lang geleden ook bij een breuklijn van botsende platen. Die waren toen ook hoog, steil en spits. Maar deze oude gebergten zijn in de loop van de honderden miljoenen jaren versleten. Dat noemen we verwering. En daar ga ik zo wat meer over vertellen. En hoe kan je ze herkennen? Oude gebergten zijn lager. Die zijn niet meer zo hoog, zo steil en zo spits. De bovenkanten zijn eraf versleten. De hellingen zijn veel flauwer. Kijk maar, niet meer zo steil. De toppen zijn weer afgerond en de dalen ertussen zijn veel minder diep en ook veel breder. Dus deze verschillen tussen jonge en oude gebergten moeten jullie weten. Goed, ik ga jullie nu uitleggen hoe komt het dat oude gebergten dan zo zijn geworden. Niet meer zo hoog, niet meer zo steil, diepe dalen, flauwe hellingen. Dat komt door exogene krachten. Endogene krachten is de hitte van binnen. Wat zorgt voor, dat ervoor zorgt dat de aardplaten bewegen. Dat er barsten zijn. Dat er ook aardbevingen zijn. Vulkanen zijn. En exogene krachten zijn krachten van buitenaf. Dat is de warmte van de zon. Die zorgt, de warmte van de zon zorgt ervoor dat harde gesteenten van bergen langzaam kapot gaan. Het slijt. Dat rotsblokken op een gegeven moment helemaal gaan verbrokkelen tot grind. En grind gaat op een gegeven moment weer vergruizen tot zand en klei. Dus keiharde steen van bergen wordt op een gegeven moment zand en klei. Dat komt allemaal door de zon. En dat zijn exogene krachten. En dat ga ik zo uitleggen hoe dat komt. Dit proces, wat hierboven staat bij de drie pijltjes, dat de rotsblokken slijt en uiteindelijk zand wordt, noemen we verwering. Verwering betekent het uiteenvallen van gesteenten
onder invloed van exogene krachten. En die exogene krachten is het weer en plantengroei. Ga ik zo meer over vertellen. Verweringsmateriaal is uiteindelijk het ontstane puin na verwering. Dus als rots versleten is, dat bijvoorbeeld eerst grind wordt en later zand en klei, dit noemen we dan verweringsmateriaal. Dus het zand wat zeg maar op het strand ligt, is verweringsmateriaal. Lang geleden was dat niks anders dan rotsgesteente. Na verwering komen we bij het woordje erosie. Hoe verplaatsen zich al die stukjes rots en zand, hè, wat dus vroeger een berg was, wat vroeger gewoon steen was. Dat kan op verschillende manieren gebeuren. En dat verplaatsen van verweringsmateriaal, de stukjes rots, grind of zand, noemen we erosie. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren door de zwaartekracht. Hè, een afgebroken stuk steen valt gewoon van een berg af. Stukken steen kunnen ook meegenomen worden door gletsjers. Dat gaan we in paragraaf 2 beter bespreken. Een gletsjer is eigenlijk in de bergen, hoog in de bergen, een soort trage rivier van heel erg dik ijs, wat langzaam een helling afschuift. En dat kan hele grote stenen meenemen, verplaatsen. Natuurlijk rivieren. Vooral in de bergen heb je natuurlijk snel stromende rivieren die de helling afschieten. En die kunnen ook allerlei kleine steentjes en van alles meenemen. En dan verder de zee. In de zee heb je ook stromingen. Die kunnen ook verweringsmateriaal, zeg maar zand en slip wat in het water zit, vervoeren, meenemen. En natuurlijk de wind. En de wind is alleen van belang in droge gebieden, zeg maar woestijnen. Als het hard gaat waaien, dan kan het zand in een woestijn verplaatst worden. Dus wind heeft alleen betrekking op droge gebieden en dus niet zozeer voor de Alpen. Nou, dit transport noemen we erosie en daar staat ook, er vindt erosie plaats. Nou, wat bedoelen we daarmee? Als bijvoorbeeld in een snelstromende rivier allerlei grind en zand zit, wat meegenomen wordt door de stroming, dan heeft dit een soort met van schurende werking langs de oevers. En niet alleen het water slijt dan door het snelle stromen, zeg maar de zijkanten uit, maar ook het zand en de grind en het stukje steen wat door het snelstromende water wordt meegesleurd, schuurt ook als het ware de zijkanten uit. En dat gebeurt bijvoorbeeld ook als er een grote steen een berg afvalt, dan maakt het natuurlijk ook van alles kapot tijdens het vallen. Het erodeert ook stenen wat door ijs wordt meegenomen, kunnen ook zeg maar de zijkanten ook allemaal uitslijten. En dat noemen we dus ook erosie. Ja, we kunnen zeggen, hoe ouder een berg is, hoe meer verweerd die is. En verweerd betekent dus afgesleten. Het gesteente brokkelt af, het slijt af. En hoe meer erosie er is. Ja, dus dat betekent dat die oude bergen, wat je net zag, die zijn dus helemaal verweerd en geërodeerd. Dus verafgesleten en de stukjes steen wat daar vroeger zat is verplaatst. Heeft naar een andere plek vervoerd door zwaartekracht, gletsjers, rivieren. En dan worden de bergen dus vlakker, lager, minder stijl. De dalen worden breder. Nou, goed, je snapt al, als een stukje steen of zand verplaatst wordt, het blijft ook wel weer eens ergens liggen. Dit proces noemen we sedimentatie. Dus sediment, een stukje steen, grind, zand. Als dat ergens op een bepaalde plek blijft liggen, misschien honderden jaren, duizenden jaren of zo, voordat het misschien weer eens verplaatst wordt, noemen we dus sediment. Het meegevoerde materiaal wordt ergens neergelegd. En zo wordt het landschap eigenlijk opgebouwd. Bergen slijten, dan krijg je van jonge naar oude bergen. Al het materiaal wat er is van afgebrokkeld is, wordt ergens anders weer neergelegd. En dan krijg je ergens anders weer een soort nieuw landschap. Door het materiaal wat daar dan wordt neergelegd. Nou, dus landschappen veranderen. En dan komen we eigenlijk bij B110 uit het basisboek Relief. Relief betekent niks anders dan hoogteverschillen in het landschap. Zoals je op deze twee foto's zou kunnen zien. Je ziet hier hoogteverschillen, hoog, laag. Hier zie je boven jonge bergen, hoog, steil, spits. Hieronder zie je oude bergen, lager, afgerond.
Nou, hoge bergten zijn bergen waarvan de toppen hoger zijn dan 1500 meter. Dat zijn eigenlijk jonge bergten, zoals je op die foto boven kan zien. Middelgebergten zijn bergen, dat zijn de toppen tussen de 500 en 1500 meter hoog. Dat zijn eigenlijk de oude bergen, zoals je rechtsonder kan zien. Die zijn al afgesleten. Vroeger zagen ze hier ook zo uit, zoals hierboven. En nu zijn ze versleten. En ze vergaan langzaam en dan zien ze zo uit. Heuvelland, dat zijn echt mini-bergjes nog, heuvels. De toppen zijn tussen de 200 en 500 meter. En laagland, dat vind je meestal langs de kust. Denk aan Nederland, daar is het overal lager dan 200 meter. En Nederland is een echte laagland. Alleen in Limburg hebben we nog wat heuvels. Een heuvelland, daar vind je nog heuvels van hoger dan 200 meter. Dus dit relief, het verschil tussen hoog, middengebergte, heuvelland en laagland, moeten jullie dus ook weten. Nou, B116, erosie en sedimentatie, heb ik net eigenlijk allemaal al verteld. Afbraak van gebergte, dat noem je verwering. Dan wordt het stukje steen wat is afgebrokkeld van een berg, wordt dan getransporteerd. Het verplaatst zich, bijvoorbeeld het valt van de berg af of het wordt door water, ijs of wind meegenomen. Als het verplaatst wordt, dan schuurt dat als het ware het landschap uit, een soort schurende werking, dat noem je erosie. Dus erosie is het afschuren, uitschuren van gesteente, bijvoorbeeld van een dal waar een rivier doorheen stroomt, omdat in het water of in het ijs allerlei stukjes verweringsmateriaal steen zit. En D116, eigenlijk ook een soort herhaling wat ik al verteld heb, erosie en sedimentatie. Het materiaal wordt door water, wind en ijs meegenomen en ergens anders weer neergelegd. Dan blijft het daar liggen, dat noem je dus sedimentatie. Je krijgt eigenlijk als een soort kringloopje. Hier zie je op deze foto een rivier. In de rivier zit allerlei slipzand. Vroeger maakte dit onderdeel uit van een bergen ver weg. Wat is afgesleten en na vele miljoenen jaren is het uiteindelijk zand en slip geworden. En hier aan het einde van de rivier wordt het uitgespuugd in de zee. En je ziet dat de stroming hier richting het westen lopen, van rechts naar links. En dan dwarrelt op een gegeven moment al dat zand naar de zeebodem. En daar komen we later. In paragraaf 4 met kusten komen we daar nog een keertje op terug. D115 verwering. Hoe komt het nou? Dat heb ik nog niet verteld. Waarom wordt zo'n harde steen wat je hier op die foto's ziet, waarom breekt dat nou in door tweeën en later in nog meer kleinere stukjes? Hoe kan dat? Nou, dat ga ik even uitleggen. Dat moeten jullie dus ook weten. Waarom verweert, gaan stenen, gaan rotsen, gaan bergen kapot? Nou, je hebt twee soorten verweringen. De eerste soort verwering is op een mechanische manier, mechanische verwering. En de tweede soort verwering is chemisch. Ik ga eerst de mechanische aan jullie uitleggen. Mechanische verwering, een ander woord is fysische verwering. Dat betekent dat het gesteente eigenlijk uiteenvalt in kleine stukjes, zonder dat het van samenstelling verandert. De steen. Soort gesteente blijft hetzelfde, alleen hij brokkelt na heel veel tijd in kleine stukjes uiteen. Nou, dat gebeurt eigenlijk door de zon. De exogene krachten. De warmte van de zon zorgt ervoor dat deze steen overdag lekker warm wordt. Dan gaat hij uitzetten, hij krijgt een grotere volume. 'S Nachts als het koud wordt, als de zon weg is, gaat een steen weer krimpen. Hij krijgt een kleinere volume. En het gaat elke dag maar zo door. En dat vinden stenen niet leuk. En op een gegeven moment breken ze in kleine stukjes uiteen. Dat noem je dus mechanische verwering. Het uitzetten en krimpen door de warmte van de zon. Als er in zo'n spleet nog een keertje water terechtkomt, dan is er sprake van zogenaamde vorstverwering. Als er water in zo'n spleet komt en het water gaat bevriezen, dan wordt het ijs. En ijs heeft ook een grotere volume, neemt dus meer ruimte in beslag. En dat helpt ook om een steen te breken, om een steen kapot te maken. Ja, en dan noem je dit dus vorstverwering. Mechanische verwering, ik ga even terug naar het vorige, kan dus door water gebeuren. Water wat bevriest breekt stenen kapot.
Mechanische verwering kan ook gebeuren door verschillen tussen dag- en nachttemperaturen. Gaat gesteente uitzetten, krimpen, dan breekt het. En vooral in woestijnen heb je dat heel erg. In woestijnen wordt het overdag heel erg heet. 'S Nachts kan het onder nul zijn. Dan heb je grote temperatuurverschillen. En zoals je op deze foto kan zien van een woestijn. En dat vinden stenen niet leuk. Dan breken ze door het uitzetten en krimpen steeds in kleinere stukjes. Ze verweren. Verder, de derde manier, nummertje C, hoe stenen mechanisch kunnen verweren. Dat gebeurt door middel van plantenwortels. Plantenwortels wat in stenen kunnen groeien, in breuken van stenen, kunnen ook helpen stenen kapot te duwen. Ik zal je even een... Hier zie je bijvoorbeeld planten, bomen, die wortels groeien in de spleten van rotsen en die zijn heel erg sterk, die kunnen ook stenen kapot drukken. Je hebt misschien wel eens over een fietspad gefietst met allerlei hobbels en meestal staan er dan allerlei bomen naast die met hun wortels het asfalt als het ware een beetje omhoog en kapot gedrukt hebben. Ja? Dus dit is dan de derde manier van mechanische verwering door plantenwortels. Nou, op deze foto zie je ook een steen vlakbij de Noordpool. Verschil tussen dag en nacht breekt uiteen in steeds kleinere stukjes. Hier zie je ook bergen, helemaal versleten. De bovenkant is afgebroken, want het valt door de zwaartekracht naar beneden. En onderaan de berg, moet je maar eens opletten als je in de berg komt, liggen dan hele stapels puin, stukjes steen, wat door de zwaartekracht naar beneden is gevallen. Hier zie je een foto, allemaal foto's van mezelf, dat gesteenten geplooid kunnen worden door botsende platen. Vroeger was het horizontaal en hier krijg je een soort. Op deze foto kan je ook heel duidelijk zien de naam plooiingsgebergte. Dit wat ik net al verteld heb, vroeger waren dit horizontale lagen op een zeebodem. Door botsende platen is het geplooid, opgeheven en zijn dit plooiingsgebergte worden hoge, jonge gebergten. Je ziet al die lagen van de zeebodem, kan je goed zien. Hier ook even een paar foto's van mechanische verwering, hoe gesteente uit afbrokkelt door verschillen tussen dag en nacht of eventueel met water, vorstverwering. En uiteindelijk valt al die stukjes steen naar beneden en verzamelt dat zich onderaan de berg. Hier ook zelf mos en kleine plantjes kunnen ervoor zorgen dat gesteente kapot gaat. De tweede manier hoe gesteente kapot gaan. De eerste was dus mechanisch. Mechanisch kan je in drie dingen onderverdelen. Door uitzetten en krimpen. Als er water bij komt, noem je het vorstverwering. En plantenwortels, dat noem je is biologische verwering. De tweede hoofdmanier is chemische verwering. Gesteenten gaan dan ook kapot, lossen op. En dan verandert de samenstelling van een gesteente wel. Op dit plaatje zie je dus een beeld. En je ziet dat het gesteent van deze beeld helemaal aan het verdwijnen is. Het gesteente lost op, je ziet allerlei gaten erin. Dit noemen we chemische verwering. Nou, hoe komt dat dan? Dat heeft met water te maken en wat hogere temperaturen. Gebieden waar veel water is en de temperatuur ook goed is, in ieder geval flink boven nul, hoe warmer hoe beter. Water, regenwater, is altijd wel een beetje zuurig. Er zit zuurstof in, er zit CO2 in, koolstofdioxide. En dat vindt gesteente eigenlijk ook niet fijn. Zeker als het gesteente wat zachter is, dan gaat een gesteente oplossen en dat noemen we dus chemische verwering. Het gesteente brokkelt niet als ware, breekt niet als ware in twee stukken, zoals bij mechanische verwering, maar het lost langzaam op. Het verandert van samenstelling. Dus een voorbeeld is bijvoorbeeld kalkgesteente. Kalkgesteente is een zacht gesteente en dat kan door regenwater dan oplossen en dan krijg je in de grond allerlei grotten en holen en gaten in de grond en dit noemen we karst. Dus kalkgesteente wat oplost door regenwater en het water wat dan in de grond loopt, noemen we karstverschijnselen. Allerlei grotten en gaten en holen en in de grotten heb je allerlei tegels die aan het plafond hangen, stalactieten en stalagmieten. En, nou, in ieder geval, chemische verwering kan gesteente dus ook verweren oplossen. Het volgende en laatste stukje van paragraaf 1 is alleen voor VWO. Degenen die HAVO volgen hoeven dit niet te weten.
Oké, alleen voor VWO. B111, de gesteente kringloop. Een gesteente maken eigenlijk een soort kringloopje door. Dat ga ik je uitleggen. Gesteente ontstaat bijvoorbeeld door een vulkaan. Een vulkaan die uitbarst, dan krijg je het magma wat eruit komt, wordt dan een gesteente. Dat noemen we een stollingsgesteente. Vloeibaar gesteente, magma stolt. Als het eruit komt, krijg je stollingsgesteente. Krijg je eigenlijk ook een berg. Bergen kunnen ook ontstaan, zoals we al gezien hebben, doordat de bodem van een zee door botsende platen geplooid wordt, opgeheven wordt. Daar kunnen ook gebergten ontstaan. Nou, zoals we gezien hebben, harde gesteente gaat op een gegeven moment een keer slijten. Het valt uiteen, het verweert. De zwaartekracht en rivieren en ijs zorgt ervoor dat al deze stukjes steen, wat uiteindelijk zo klein wordt dat het zand en klei wordt, op de bodem van een zee terechtkomt. Al duurt het miljoenen jaren, op een gegeven moment komen al die stukjes op de bodem van de zee terecht. Het gaat daar dan sedimenteren, het blijft op de bodem van de zee liggen. Op de zeebodem krijg je dus dikke lagen zand, honderden meters dik. Dan krijg je heel veel gewicht, heel veel druk. En dan wordt dat zand door de grote druk, wordt dan samengeduwd en dan wordt het weer een steen. Dat noem je dan sedimentgesteente. Nou, op een gegeven moment, na miljoenen jaren, komt dat sedimentgesteente steeds dieper in de aardkorst geduwd. Dan wordt de druk, het gewicht wordt steeds hoger, de temperatuur wordt hoger. En dan gaat het gesteente van samenstelling veranderen. Dan wordt het metamorf gesteente. Het verandert helemaal. Sedimentgesteente kan je vaak nog herkennen door laagjes. Laagje voor laagje zand. Zand is vroeg op de zeebodem terechtgekomen. En je ziet er ook allerlei schelpjes in, die op de zeebodem hebben geleefd. Allerlei diertjes, fossielen. Ja, als het sedimentgesteente naar de diepte wordt geduwd, dan wordt het metamorf gesteente. En dan verdwijnen natuurlijk ook alle fossielen. Dan verandert dat. Metamorf gesteente kan na miljoenen jaren, kan het bijvoorbeeld weer in de buurt van magma komen. Vaak in een subductiezone. Dat heb je al in brug bij de brugklasse gehad, maar dat doet er voor de rest even niet toe. En dan gaat het weer smelten en dan kan het bijvoorbeeld weer opnieuw naar boven komen en dan wordt het weer stollingsgesteente. Dus dan krijg je een soort kringloopje. Gesteente is eerst stollingsgesteente, dan gaat het slijten, dan wordt het sedimentgesteente. De sedimentgesteente komt steeds dieper in de aardkorst, dan gaat het veranderen, wordt het metamorfgesteente. Dus wat jullie moeten weten van een gesteentekringloop. Gesteente begint eerst als stollingsgesteente, langzame stolling, of in de aardkorst, dat het nog ineens uit een vulkaan komt, dan krijg je graniet, of het stolt aan het oppervlak. Ja, uiteindelijk stenen brokkelen en verplaatsen zich, eroderen, komt ergens anders weer, wordt het afgezet, gesedimenteerd en op de zeebodem, dan krijg je sedimentgesteente. Bijvoorbeeld zand wordt zandsteen, dikke lagen klei wordt schalie, kleisteen. Hoe kan je sedimentgesteente herkennen? Dat herken je door allerlei laagjes, er zitten ook vaak fossielen in. Nou, als sedimentgesteente dieper in de aardkorst wordt geduwd, dan gaat het door de hitte en de grote druk wordt het metamorfgesteente. En dan krijgt het een gedaanteverwisseling. Bijvoorbeeld kalksteen, wat vooral bestaat uit heel veel zand en schelpjes, kalk, kan dan marmer worden. En dat verklaart het plaatje van paragraaf 1 rechtsonder in jullie boek over deze marmer groeven. Dus ergens een plek waar dus metamorf gesteente, wat vroeger heel diep in de aardkorst zat, wat marmer is geworden, metamorf is geworden, is weer omhoog gekomen op een gegeven moment, is opgeheven en dan kunnen de mensen erbij en dan kunnen ze hele mooie dingen maken voor gebouwen. Ja, dus kalkstenen onder hoge druk en temperatuur, na miljoenen jaren kan het dus marmer worden. En dat is een metamorf gesteente. Een gesteente dat een gedaanteverwisseling heeft ondergaan. Goed, dit was paragraaf 1 uitgelegd met de bijbehorende basisboeknummers. Hoofdstuk 2, paragraaf 2, rivieren van ijs. We gaan het hebben over gletsjers. Over wat er gebeurt aan het einde van de gletsjer. We gaan kijken naar ijstijden. We gaan kijken naar het begin van de rivier, oftewel de bovenloop.
En VWO krijgt nog een onderdeel extra. Dat gaat over hydroelektriciteit. Dat geldt dan niet voor HAVO. Dat ga ik dus ook weer aan het einde bespreken. En dit kan dan dadelijk de HAVO-leerlingen overslaan. Ja, we zien hier een gletsjer in Zwitserland. Sommigen van jullie hebben misschien wel eens een gletsjer echt gezien. Ik denk de meeste niet. Nou, wat zien we? We zien hier een meneer die is aan het trailrunnen. Die is aan het rennen in de bergen langs de gletsjer. Dat doe ik zelf ook. Vind ik super gaaf. Maar daar gaat het even hier niet op. We zien hier een dal. Een grote dal in de bergen. He, jonge bergen, hoog, steil en spits. En in het dal zien we allemaal ijs. Dat begint hier ergens bovenaan. En dit ijs glijdt langzaam naar beneden. Naar het einde van de dal. We zien in het ijs ook allerlei zwarte en grijze strepen. Hier ook aan de zijkant. Dit zijn allemaal onderdelen waar we het gaan over hebben. De vraag eigenlijk, de deelvraag van deze paragraaf is, hoe dragen gletsjers bij aan de afbraak en de opbouw van een landschap? Dit is de samenvatting voor VWO en HAVO. HAVO kan alleen die onderste gedeelte over hydroelektriciteit overslaan. Als je het filmpje even stilzet, kan je het eventueel doorlezen. Ook nu ga ik een beetje heen en weer van de lesboek naar de basisboeknummers om zo een mooi vloeiend verhaal van te maken. Goed, gletsjers zijn eigenlijk kort gezegd rivieren, een rivier van ijs die langzaam van de berghelling naar beneden glijdt. Eigenlijk zijn de gletsjers in een ijstijd of ontstaan. We hebben de afgelopen 2,5 miljoen jaar 14 ijstijden gehad. Zo'n ijstijd noemen we ook wel, deze periode noemen we ook wel een glaciale periode, glaciaal. Oftewel een periode met, waar de aarde wat afkoelde en dus dat het kouder werd en er een dikke laag landijs op het noordelijk halfrond en in de bergen ontstonden. Toen in die periode kwamen alleen de toppen boven de 2000 meter van de bergen nog boven het ijs uit. Dus het ijs was dus wel tot 2000 meter dik. Nou, wat gebeurt er in een ijstijd? In een ijstijd valt er dus veel neerslag als sneeuw. En de meeste sneeuw dooit dan niet meer in de zomer. Het blijft dan liggen. Dat betekent dus dat het elk jaar er steeds meer sneeuw gaat opstapelen. Nou, doordat het een beetje ondooit en dan bijvoorbeeld weer bevriest, verandert het ijs in zogenaamde firn, F-I-R-N. Wat is dat? Dat is een korrelig, overjarig, een ijsachtige sneeuw. Hey, misschien weet je zelf ook wel, als het hier in Nederland gesneeuwd heeft, in het begin is het lekker vers en zacht. En dan na een paar dagen of zo, als heel veel mensen overheen lopen of als auto's over het sneeuw heen rijden, en dan wordt het een gladde, ijzige laag. Dus zo kan je het eigenlijk een beetje vergelijken. Nou, dit firn, dit ijsachtige sneeuw, hoopt zich op hoog in de bergen, hoog in de hoge plekken. En dat noemen we dan een firnbekken. Zeg maar, in het dal krijg je een opstapeling van ijs. En dat is ook het begin van de gletsjer. De laatste ijstijd is 10.000 jaar geleden opgehouden te bestaan. Wij zitten nu eigenlijk in een periode tussen ijstijden in een zogenaamde warme periode, interglaciaal. En in de toekomst gaat er gewoon weer een nieuwe ijstijd beginnen. En daar kunnen wij mensen niks aan veranderen. Het zal nog wel even duren, maar in de verre toekomst komt er gewoon weer een nieuwe ijstijd. Dus veranderingen in het klimaat is eigenlijk gewoon een natuurlijk ding. Mensen kunnen dit gewoon niet tegenhouden. Laten we dit niet vergeten. Ik schakel in mijn verhaal, zoals ik al zei, even tussendoor over naar het basisboek. Het basisboek B118 gaat over ijstijden. Een ijstijd, oftewel glaciaal, is een koudere periode in de geschiedenis van de aarde. Nou, wat gebeurt er dan?
door allerlei omstandigheden, dat hoeven jullie niet te weten, dat hoeven alleen leerlingen in de bovenbaal te weten, wordt het op aarde gemiddeld genomen 5 graden kouder. Je moet je bedenken, rond de evenaar waar de tropische regenwouden zijn, is het gewoon nog steeds warm en heet. Daar verandert weinig, maar meer op het noordelijk halfrond en het zuidelijk halfrond, ver van de evenaar, verandert het gewoon het een en ander qua temperatuur. Nou, als er dan veel sneeuw blijft liggen op het land, na de winter, dat het zomers haast niet meer smelt, krijg je eigenlijk, zeker hier, als je hier kijkt op dit kaartje, zie je dan Noord-Amerika, Canada, een Verenigd stukje van de Verenigde Staten, Europa, een stukje van Azië, die zijn helemaal wit. En je snapt al, als dan weer zomer wordt en het landschap is wit van de sneeuw, van de ijs, de zonnestralen die er opvallen worden dan meteen weer kaats. Dus de zon kan dan eigenlijk nog heel moeilijk dit gebied opwarmen. Want de witte oppervlakken reflecteren zonnestralen. Daarom is het ook handig in de zomer als het warm is om gewoon iets wits aan te hebben. Omdat je het dan minder snel warm krijgt. Omdat de zonnestralen worden gereflecteerd. We zeggen dan, door de grote albedo, dus de weerkaatsing van de zonnestralen, wordt het dan eigenlijk nog kouder. Nou, wat ik al zei, het sneeuw wordt samengedrukt tot ijs, want je krijgt hele dikke lagen sneeuw op een gegeven moment. En door het grote gewicht, als het dikke laag is, wordt het samengeperst tot ijs. En dat is ook het begin van de vorming van gletsjers en ijskappen. Het ijs kon wel tot 2000 meter dik zijn. Nou, na een ijstijd. Een ijstijd duurt zo pak een beetje 100.000 jaar, dat is gewisseld. Dan krijg je weer een warmere periode, een interglaciaal. En dan krijg je weer een ijstijd, een glaciaal. En dan weer een interglaciaal. En dit heeft zich de afgelopen 2,5 miljoen jaar dus afgespeeld. Nou, door de laatste ijstijd en ijstijden zijn er dus gletsjers ontstaan. Nou, het meeste ijs is na de ijstijd natuurlijk gesmolten. Is weer verdwenen. En hier zie je eigenlijk op dit plaatje hoe dus deze gletsjers eruit zien in de bergen, bijvoorbeeld van de Alpen. Nou, een gletsjer begint dus helemaal bovenaan hoog in de bergen, waar het dus koud is en de neerslag dan vaak in de vorm van sneeuw is. En als je dan een dikke laag krijgt, dan wordt dit zogenaamde veerkorrelige sneeuw, ijzige sneeuw. Nou, je snapt al, je hebt hier een helling, dus op een gegeven moment blijft het hier niet liggen, maar gaat dat langzaam van de helling naar beneden glijden. De ijsstong glijdt dan naar beneden richting het dal. En dit bij elkaar is dus een gletsjer, een glijdende massa ijs, wat langzaam naar beneden glijdt. En je moet je wel bedenken, hierboven wordt steeds door verse sneeuw opnieuw aangevuld. En dan wat hier dan is gevormd, glijdt dan met een bepaalde snelheid van centimeters of decimeters. Dat wisselt nogal per dag, glijdt dat dan naar beneden. En op een gegeven moment is wat eerst hierbovenaan was, is dan helemaal beneden in het dal gekomen aan het eind. Nou, beneden in het dal is natuurlijk veel warmer dan hoog in de bergen. En dat betekent dat de tong van de gletsjer, het einde van de gletsjer, hier dan gaat smelten. Het ijs gaat smelten en dan krijg je dus een gletsjerrivier. Dus een rivier dat ontstaat door het smeltwater van de gletsjer. Dus een gletsjer is eigenlijk voortdurend in beweging. Als je ernaast staat, zie je het niet bewegen, maar het beweegt wel. Als je bijvoorbeeld een stokje in het ijs zal plaatsen en je zal een paar dagen later terugkomen, dan zie je van, het stokje is nu toch naar een ander punt bewogen in het ijs. Goed, wat kunnen we nog meer zeggen over gletsjers? Laten we eerst eens naar een paar plaatjes kijken van gletsjers. Dit zijn allemaal foto's, die heb ik zelf gemaakt. Dit is bijvoorbeeld een gletsjer in IJsland. Vanuit de hoogte, vanuit de berg, komt een rivier van ijs, glijdt langzaam naar beneden. Beneden smelt het. Ik heb hier dus het smeltwater. Dus er zijn grote rivieren van ijs. En beneden, waar het warmer is in het dal, smelt het ijs. En dan krijg je een gletsjerrivier. Dit zijn allemaal foto's uit IJsland, ijsrivieren. Hier zo
Dit zijn foto's vlakbij de Noordpool, Spitsbergen, was ik met dit zeilschip. Ook een gigantische grote gletsjer wat van hoog naar beneden glijdt. En hier aan het eind brokkelt het af. In dit geval brokkelt het af in de zee. Eindigt het niet als een rivier, maar brokkelt het rechtstreeks in de zee. Nou, best wel een spectaculair gezicht als je daar op een afstandje naar kijkt. Elke keer brokkelt er weer grote stukken ijs af. Gaat met een hoop kabaal, een hoop lawaai, gaat dat gepaard. En je moet bedenken, deze muur van ijs hier is enkele tientallen meters hoog. Dus echt heel erg hoog, hoger dan een gemiddeld gebouw is. Oké, ik ga weer terug naar het lesboek over gletsjers. Is dus zo'n gletsjer. Kruipt langzaam een dal van hoog door een dal naar beneden. En dan krijg je mechanische verwering. Door mechanische verwering zijn van de berg veel stenen naar beneden gevallen. En die vallen dan zeg maar in de gletsjer, op de gletsjer moet ik zeggen. Dus boven de berg is het koud en daar als de zon schijnt kan het iets warmer zijn. Of vorstverwering, stenen breken af. Dat zie je ook op dit plaatje. Al deze stippeltjes, die korreltjes, dat zijn dan stenen die van de berg zijn gevallen en dan op het ijs terecht zijn gekomen. En dat zorgt ervoor, al die stenen wat op het ijs is gevallen, dat gletsjers vaak een grijzige, zwartige, grauwe kleur krijgen. Het zijn eigenlijk allemaal stenen die van de berg op het ijs zijn gevallen. Dus allerlei puin. En dat wordt dan ook natuurlijk door de gletsjer meegenomen naar beneden. Nou, een gletsjer is onwijs sterk. Die kan echt de grootste stenen meenemen. We zeggen ook wel, gletsjers zijn de sterkste vervoerders. Veel sterker dan water, de zee of de wind. Kijk maar eens naar dit plaatje. Je ziet hier een gletsjer waar mensen die op de gletsjer lopen. En je ziet hier dit grote stuk steen wat van de berg is afgevallen. En dat wordt dan meegenomen door de gletsjer. Nou, je snapt al, zo'n grote steen als hier kan nooit door water of zo worden meegenomen. En dat is eigenlijk ook meteen een beetje een verklaring van hoe de hunebedden in Nederland zijn gekomen. Die grote stenen in Noord-Nederland, in Drenthe, die zijn door de ijstijden vanuit Zweden door het ijs meegesleept van het noorden naar het zuiden. En die zijn zo dan in Nederland terechtgekomen. Het ijs is zo sterk, die kunnen die hele grote stenen meeslepen. Na de ijstijd, toen het ijs weer ging smelten, bleven die stenen natuurlijk op zijn plek liggen. En daar hebben mensen later dus graven van gemaakt in Drenthe, de hunebedden. Goed, deze stenen die dus op de gletsjers liggen, noemen we morenen. De morenen die aan de zijkanten liggen, noemen we zijmorenen. De morenen die onder het ijs liggen op de grond, worden meegenomen, meegeschuurd, noemen we grondmorenen. En morenen die helemaal het einde beneden in de dal van de gletsjers zijn aangekomen, noemen we eindmorenen. Dus morenen is gewoon een ander woord voor puin, voor stenen wat is afgebrokkeld en op ijs is gevallen, hebben we gewoon naam morene gegeven. De zij aan de zijkant, de grond daaronder en de eindmorene aan het einde van een gletsjer. Nou, op dit plaatje van het basisboek uit B119 kan je ook zien aan het einde van de gletsjer, waar de gletsjer gaat smelten, ligt dan een hele stapel eindmorene. Het ijs gaat niet verder, het smelt hier en de stenen stapelen zich dan hier op en blijven dan hier liggen, de eindmorenen. Goed, nou, je snapt al, zo'n ijsmassa wat naar beneden glijdt door een dal, schuurt zo'n dal eigenlijk ook helemaal uit. Ook door al die stenen wat in het ijs zit, dat heeft een schurende werking. Een dal in de bergen begint vaak als een steile, diepe veedal. Daar heeft dan eerst zeg maar een water, een rivier doorheen gestroomd. Als er in een ijstijd daardoor in een dal een gletsjer doorheen is geschuurd gegaan, vele jaren, dan schuurt zo'n dal van een V-vorm uit in een U-vorm. Ik zal je zo even met het plaatje wat duidelijker maken. Einde van de gletsjer, dan gaat zo'n gletsjer smelten. Beneden in het dal wordt het dan warmer, gaat het ijs smelten. Je krijgt dan ook van die gletsjertunnels, van die tunnels
in de gletsjers, zoals je op deze foto kan zien, is het einde. Je hebt een hele holte hier binnen. En dan krijg je ook een soort poort, het einde van de gletsjer, waar dan al het smeltwater uitstroomt. En dan krijg je het begin van een rivier. Dus het smeltende ijs wordt dan een gletsjer, een rivier. En dus hier op deze plaatje kan je het ook zien. Hier heb je een soort hoofddal waar vijf in staat. En dan heb je hier aan de zijkant wat kleinere dalen. In de ijstijd was dat helemaal bedekt met ijs. IJs schuurde daar jaren doorheen met de morenen. En de V-vorm, wat het vroeger was, is dan veranderd in een soort U-vorm. Het is dan een U-dal geworden. Dus als er ijs doorheen is gegaan, hè, ook al is het ijs lang geleden verdwenen, dan kan je het herkennen doordat het dal in de bergen een vorm van een U heeft. Dan weet je, oh, in de ijstijd is daar ooit een gletsjer doorheen geschuurd. Ja? En in het landschap, ook al is het ijs weg, kan je al die morenen, al die stenen nog herkennen die dan overal nog liggen. Vaak kan er in zo'n dal ook een meer zijn ontstaan. Nou, nog een keer weet je het verhaal verduidelijken met een paar foto's. Dus een gletsjer schuift heel langzaam van de berg af, begint bij de Veenbergen en glijdt zo naar beneden in het dal. Al die grauwe sporen, die strepen, zijn niks anders dan morene stenen wat van de berg is afgevallen en nu door het ijs wordt meegenomen. Het einde van de gletsjer, dit is een gletsjer in Noorwegen, zijn ook mijn eigen foto's. Dan gaat het smelten, het ijs, daar het water is warm. Het is daar warmer, het ijs gesmelt en dan krijg je het begin van een riviertje, een gletsjerrivier. Nou, wat ik al zei, ijs is sterk en ze sterker vervoeren. De grootste stenen worden door een gletsjer meegenomen. Het zijn dus de sterkste vervoerders. Deze stenen noemen we dus morenen. Op een plek bijvoorbeeld waar de gletsjer is verdwenen, zoals hier. Je kan zo'n dal herkennen, het heeft de vorm van een U. En je ziet ook in het dal de schurende werking in het gesteente. Het gesteente is hier helemaal glad geschuurd, omdat die duizenden jaren lang ijs met stenen erin langs deze rotswanden zijn geschuurd. Je ziet de krassen van de stenen die in het ijs zaten, zie je nog hier in de rotsen. Nou, hier ook een paar foto's. Deze gletsjer is ergens in Noorwegen. Je ziet hier, het is helemaal glad geschuurd met krassen erin van de stenen die het ijs vroeger heeft meegenomen. Dit was het verhaal van de gletsjers. Na de ijstijd heb ik verteld. En nu het laatste stukje, in ieder geval van HAVO, de bovenloop van de Rijn. De Alpen heeft dus een paar gletsjers. En dat is ook het begin van een aantal rivieren in Europa. Als de gletsjer gesmelt, dan krijg je een gletsjerrivier en dan heb je het begin van de rivier. Bijvoorbeeld de Rijn begint ook als een gletsjerrivier, het smeltwater van ijs in Zwitserland. Ook de Rhône bijvoorbeeld begint als een gletsjerrivier, Rhône, die dan door Frankrijk heen stroomt. Maar je snapt het al, op het moment dat het gaat regenen, hè, dan is het geen gletsjerrivier meer. Want als het in het water van de rivier zit ook regenwater. We zeggen dan, het is dan een gemengde rivier geworden. Dus waar het ijs smelt, is het op dat moment nog even een gletsjerrivier. Als het gaat regenen beneden in het dal, dan komt er regenwater bij. Dan heb je gemengd water, smeltwater van ijs en regen. Dan noemen we dit een regenrivier. Het begin van de rivieren in de bergen, bijvoorbeeld zoals je op dit plaatje kan zien, de Rijn. En hoog in de bergen, dan is het steil, het water stroomt keihard naar beneden. Dus we zeggen dan, er is een hoge stroomsnelheid. Als het water heel snel naar beneden stroomt, het neemt ook allerlei steentjes en zand mee, dan schuurt dat ook, zeg maar, dalen uit. Dan krijg je veel erosie en dan krijg je in de bergen diepe veedalen. Dus water wat snel naar beneden stroomt, kan rotsen, zeg maar, eroderen, uitschuren tot veedalen. Goed, in deze dalen en de bergen krijg je ook vaak watervallen. Nou, ontstaan watervallen. Dit zijn de watervallen van Schaffhausen in de Rijn op de grens van Duitsland en Noord-Zwitserland. Wat er gebeurt is, omdat het water zo snel stroomt, je hebt verschillende soorten gesteente, zachte gesteente, harde gesteente. Nou, je snapt al, het zachte gesteente zal als eerste wegschuren door het snel stromende water. Het hardere gesteente
is wat stugger, dat blijft dan wat langer liggen. Kijk maar eens even naar dit plaatje. Dus je hebt snelstromend water, je hebt zacht gesteente, je hebt hard gesteente. Het zachte gesteente slijt dan heel snel uit door het hardstromende water hieronder. Stukken steen schuren alles uit. Dan krijg je als het ware onder een holte. Dan krijg je eigenlijk een stuk rots dat harder is, wat meer weerstand kan bieden aan het water. Maar dat gaat op een gegeven moment overhangen en dan breekt dit stuk af en dan stort het naar beneden. En dan kan je eigenlijk zeggen, zo'n waterval trekt zich in de loop van de jaren steeds een stukje meer naar achteren toe. Het schuurt eerst zachte gesteente uit. Je krijgt een soort overhangende harde gesteente. Dat breekt op een gegeven moment ook af. En zo verplaatst een waterval in de loop van de vele jaren steeds meer naar links in dit geval. Het volgende stukje over hydroelektriciteit is alleen voor VWO. Goed, in de bergen waar het water snel naar beneden stroomt, kan je de kracht van het water gebruiken om zogenaamde hydroelektriciteit op te wekken. Hydro betekent water. Je kan het water door smalle leidingen laten lopen. Aan het einde van de leiding is er een turbine wat dan snel gaat ronddraaien door het kracht van het water. Daar zet je een as aan. Aan het einde van de as is er een generator, een grote dynamo die dan stroom op kan wekken. Als de stroming wat trager is, kan je bijvoorbeeld ook een stuwdam bouwen, zodat je daarachter een hele grote stuwmeer krijgt. En dan laat je het water langzaam uit de stuwmeer lopen, ook weer via een leiding. En dan weer hetzelfde verhaal. Een schoepenwiel met een as en daaraan een generator, oftewel een dynamo. En zo wek je dan hydroelektriciteit op. Op zich is dit schone energie, je hebt geen uitstoot van kooldioxide. Het nadeel is, je krijgt wel een groot stuwmeer en heel vaak in veel gebieden moeten dan grote stukken land komen dan onder water te staan door het stuwmeer. Dit was paragraaf 2, alles over de rivieren van ijs, ijstijden, de bovenloop, water ontstaan van de waterval en voor VWO hydroelektriciteit. Hoofdstuk 2, paragraaf 3. Het stroomgebied van de Rijn. In paragraaf 2 hebben we in de bovenloop van een rivier gekeken. We hebben gezien dat het water daar heel erg snel stroomt. Dat het dalen uit kan schuren. Dat er watervallen ontstaan. Nu gaan we naar het middengedeelte van de rivier kijken. Dat noemen we de middenloop. En de benedenloop, dat is het laatste deel van de rivier. Vlak voordat die in de zee uitstroomt. Ook hier, HAVO en VWO is vrijwel gelijk qua leerstof. Alleen VWO heeft een extra stukje dat gaat over overstromingen. En dat zal ik ook weer aan het eind bespreken, zodat de HAVO-leerlingen dit kunnen overslaan. Dit is de samenvatting. Als je het filmpje even stilzet, kan je het doorlezen. En HAVO kan de onderste twee zinnen dan overslaan. Over overstromingen. Dat hoeven zij in dit geval niet te weten. Eigenlijk hebben we het in paragraaf 2 over dit gedeelte gehad van de Alpen, wat het begin van de rivier de Rijn is. De Rijn die door in Zwitserland begint, door Duitsland heen stroomt en uiteindelijk door Nederland en dan bij Hoek van Holland de zee instroomt. Het gedeelte van de bergen in Zwitserland is dus de bovenloop waar het water hard stroomt. Basel is de hoofdstad van Zwitserland, ligt hier in het noorden van Zwitserland. En vanaf daar stroomt de Rijn als een grensrivier tussen Frankrijk en Duitsland een soort laagvlakte in. Het is daar minder hoog, het is daar allemaal wat vlakker. En over dit gedeelte tussen Basel en Straatsburg, dit gedeelte waar de Rijn stroomt als grensrivier tussen Frankrijk en Duitsland, is iets bijzonders aan de hand. Miljoenen jaar geleden is daar een deel van de aardkorst naar beneden gezakt. Dat noemen we een slenk. Ik zal het zo meteen met een duidelijke plaatje zien, oftewel een laagvlakte.
En aan de zijkanten heb je hogere delen en dat noemen we horsten. En daar heb je een berggebied in Duitsland wat het Zwarte Woud heet en in Frankrijk wat de Vogesen heet. En de Rijn stroomt dan zeg maar tussen deze hoge gebieden in. Dit plaatje hoop ik het dus wat te verduidelijken. Nou, je moet het je zo voorstellen. Miljoenen jaren geleden zijn door allerlei krachten op die aardkorst zijn daar breuken ontstaan. Kijk, je moet je bedenken, je bevindt je hier niet op de grens van een aardplaat. Het is gewoon nog steeds midden op een aardplaat. Maar ook op midden op aardplaten kunnen bepaalde krachten zijn die zorgen voor breuken. Nou, wat hier dan gebeurt is, er is een stuk van de aardkorst is iets naar beneden gezakt. En gedeeltes zijn als het ware iets omhoog gekomen. En dat is precies hier gebeurd tussen Basel en Straatsburg. Het gedeelte wat naar beneden gezakt is tussen Basel en Straatsburg, daar stroomt dan de Rijn doorheen. Dat is ook logisch, hè? Een rivier stroomt door lage delen. En de zijkanten die zijn wat omhoog gegaan. En nou, de linkerkant, de westkant, daar vind je dan bergen in Frankrijk, de Vogesen. En aan de rechterkant vind je bergen. In Duitsland noemen we het Zwarte Woud. Dus zo moet je dit dus voorstellen. Nou, de hoge delen heten horsten. Kan je zo onthouden. Hoog is horst, O-O. En het lage gedeelte waar de dal is, waar de laagvlakte is, waar de Rijn doorheen stroomt, dat noemen we een slenk. Dus horst, de hoge delen, de Vogesen en het Zwarte Woud. En het lage deel waar de Rijn doorheen gaat, noemen we de slenk. Eigenlijk vanaf Basel is de rivier de Rijn ook goed bevaarbaar voor binnenvaartschepen die dus allerlei goederen van Rotterdam helemaal tot Basel in Zwitserland kunnen brengen. Nou, dat kan je ook goed op deze foto zien. En de hellingen van deze horsten, daar vind je ook heel veel druivenstruiken. Waar dus druiven gedeeld worden, bijvoorbeeld voor de productie van de beroemde Duitse wijnen. Als we nu dit horst- en slenkgebied verlaten en als we dan zeg maar ons reisje langs de Rijn verder vervolgen, komen we op een gegeven moment zo ongeveer de hoogte van Frankfurt tot pak een beet net voor Keulen in een gebied. En dat noemen we eigenlijk de Middenrijn. Het middelste gedeelte als het ware van de Rijn. En nou, tussen Bingen en Bonn vind je daar wat meer heuvels, heuvelachtig gebied. Maar de Rijn heeft zich daar een weg gebaand door de zwakke plekken in dit gesteente. De Rijn is daar wat smaller, stroomt als het ware ook een beetje diep door een dal heen. Dit gedeelte van de Rijn is ook best wel een heel erg mooi stukje. We noemen het ook wel de romantische Rijn. Omdat je daar heel veel oude middeleeuwse kastelen vindt. Die vroeger allemaal tol heften op schepen die langs wilden varen. En de boerders goed in de gaten konden houden. Elk jaar gaan daar heel veel toeristen heen. Varen ook heel veel van die Rijncruiseschepen rond met toeristen. Dit is gewoon eigenlijk een heel erg mooi stukje van de Rijn, heel erg populair bij toeristen. Het staat ook op het werelderfgoed. Dit plaatje geeft je een beetje een idee hoe dat daar dan zo eruit ziet. Als we dan Bonn voorbij zijn, dan houden de hoogteverschillen echt wel een beetje op. Ook in Duitsland wordt het dan steeds vlakker. Er zijn geen grote hoogteverschillen meer. En jullie snappen al, als de hoogteverschil, het relief minder wordt, dan gaat de rivier ook langzamer stromen. En de rivier wordt dan ook vaak breder. En het krijgt ook veel meer bochten. We zeggen dan meanders. Bochten in de rivier noemen we meanders. Als de rivier de Rijn uiteindelijk in Nederland komt, dan gaat het zich ook splitsen in allerlei zijtakken. Dus op een gegeven moment, dus de buitenbochten slijten uit.
die je zo slijten uit, die buitenbochten, die gaan steeds meer naar elkaar toe komen. En de binnenbocht wordt vers zand neergelegd. Op een gegeven moment gaan die twee buitenbochten een verbinding maken. En dan maakt de rivier hier geen grote bocht meer. Maar dan kan het ineens van het een op het andere moment gewoon rechtdoor stromen. Nou, de oude bocht, daar stopt het water dan met stromen. Dat gaat dan nu een soort meer worden. En na verloop van heel veel jaren, dan gaat zo'n meer door allerlei waterplanten en zo eigenlijk min of meer steeds dicht groeien. En dan, wordt dat eigenlijk gewoon land. Dan is het vaak niet meer te herkennen dat van, hey, hier stroomde de rivier vroeger. En dan krijg je dit effect. Je hebt hier nog een heel klein stukje meer over. En omdat het de vorm heeft van een hoefijzer, noemen we dit dus een hoefijzermeer. Dus in de buitenbocht heb je dus breedte erosie. Daar wordt het oevers dan weggehaald door het hardstromende water. En in de binnenbochten heb je sedimentatie. En daar wordt dus zand en klei neergelegd, gesedimenteerd. En na heel lang, als twee buitenbochten bij elkaar komen, dan krijg je een hoefijzermeer. En dan hebben we hier meteen ook B122 besproken uit het basisboek. Nou, even een denkvraag voor jullie. Als we een binnenbocht hebben en een buitenbocht, waar zal het sediment, dus het grind, het zand en alles wat daar ligt, het oudst zijn? Zal het zijn in de buitenbocht of zal het zijn in de binnenbocht? Denk even na. Waar is het sediment, het zand, het klei, het grind, het oudst? In de buitenbocht of in de binnenbocht? Nou, het antwoord is de buitenbocht, daar zal het oud zijn, want in de binnenbocht wordt nu natuurlijk constant nieuw zand of klei neergelegd, slip neergelegd, omdat daar sedimentatie is. Dus hier ligt verse zand, verse slip, en in de buitenbocht, daar is het dan het oudst. En dus onthouden, als een rivier langzaam gaat stromen, dan heb je sedimentatie, grind, zand, klei, kan door de lage stroomsnelheid dan bezinken, dus naar de bodem zakken. En dat gebeurt vooral in de binnenbochten, want in de binnenbochten is de stroomsnelheid het laagst ten opzichte van de buitenbocht. Goed, in principe heb ik het meeste voor HAVO en VWO van paragraaf 3 vertelt. Ik wil nu even een paar basisboeknummers doornemen, wat ook belangrijk is, wat jullie moeten weten. Nou, wat is een rivier? Een rivier is eigenlijk gewoon een natuurlijke waterloop die zeg maar al het water in een bepaald gebied, bijvoorbeeld op dit plaatje, al het water wat daar gevallen is, door middel van neerslag, eigenlijk afvoert richting de zee. Je hebt drie soorten rivieren. We hadden al gezien in de vorige paragraaf een gletsjerrivier. Een gletsjer die smelt, dat begint als een klein riviertje, een gletsjerrivier. Op het moment dat het gaat regenen, dat het gletsjerwater wordt gemengd met regenwater, dan noemen we het al een gemengde rivier. Er zit regenwater en smeltwater in. Maar je hebt bijvoorbeeld ook rivieren, bijvoorbeeld zoals de Maas die door via Limburg ons land binnenkomt. Dat is weer een echte regenrivier. Die krijgt zijn water niet van een gletsjer. Wordt je stroomstelsel, wat is dat? Als je een bepaald gebied hebt waar een hoofdrivier doorheen stroomt, en aan de zijkanten heb je ook allerlei kleine zijriviertjes en beekjes die uiteindelijk in de hoofdrivier terechtkomen. Maar al die waterloopjes, kleine zijriviertjes, beekjes en de grote hoofdrivier, samen noemen we een stroomstelsel. Moet je niet verwarren met een ander woord stroomgebied. Stroomgebied is het hele gebied waar wat water afwatert op de hoofdrivier. Als je naar dit plaatje kijkt, alle regen en neerslag en sneeuw wat in dit gebied valt, gaat uiteindelijk via een stelsel, het stroomstelsel van allerlei zijriviertjes en beekjes, komt het uit in de hoofdrivier. En uiteindelijk komt het water dan in de zee terecht. Dit noemen we dan een stroomgebied. Dus een stroomstelsel zijn alle riviertjes en hoofdrivier. En stroomgebied is al het water wat op dit stukje land valt, komt het uiteindelijk door middel van de hoofdrivier in de zee uit.
Wat is dan de grens tussen stroomgebieden? Dat noemen we een waterscheiding. Waterscheiding is een grens tussen twee stroomgebieden. En dus zeg maar het water wat achter deze bergen verderop in het witte gedeelte zal vallen. En dat gaat dan via een andere rivier naar zee. Dat zit dus in een ander stroomgebied. Dus de grens zijn dus hoge delen tussen rivieren. Dat zorgt ervoor dat er een scheiding is, een waterscheiding van stroomgebieden. Dus nog een keertje, verval, verhang. Verval is het hoogteverschil tussen twee plaatsen en verhang is het verval, de hoogte, dus per kilometer. Een ander rekenvoorbeeld. De Rijn begint op ongeveer 2000 meter hoogte in Zwitserland. En de hele Rijn is ongeveer 1000 kilometer lang. Wat is dan het verhang van het begin tot het eindpunt? Net hadden we uitgerekend hier Spijk bij Lobit tot Hoek van Holland. En nu laten we het eens een keer uitrekenen van het begin tot eind. Nou, als je 2000 deelt tot 1000, kom je uit op 2 meter per kilometer. Dan zeggen we het verhang is 2 meter per kilometer. Dus over het geheel genomen stroomt de rivier de Rijn van begin tot eind 2 meter per kilometer. B96, nog een paar aardrijkskundige woordjes over rivieren wat jullie moeten weten. Debietregime en vertragingstijd. Wat is debiet? Debiet is de hoeveelheid water die op een bepaald punt door de rivier stroomt. Stel je staat ergens langs de rivier en dan zie je heel veel water voorbij stromen. Nou, als je dat zal gaan meten, van hoeveel kubieke meter komt daar elke seconde voorbij, dat noemen we het debiet. Dus hoeveel kubieke meter per seconde stroomt er voorbij. Dat heet dus debiet. Regime, dat betekent schommeling in de waterafvoer. Als je bijvoorbeeld in de zomer, als het een tijdje droog is geweest, langs een rivier zal staan, zal de rivier laag staan. Als je bijvoorbeeld in de winter ergens op dezelfde plek weer zal staan en het heeft heel veel geregend, dan zal de rivier hoog staan. Dus regime noemen we de schommelingen in de rivier. Dan kan je bijvoorbeeld aan dit figuurtje hier zien. Hieronder zie je de maanden staan, januari, februari, maart enzovoort. En hier zie je hoeveel kubieke meter water er wordt afgevoerd. Nou, bijvoorbeeld van deze twee Chinese rivieren, bijvoorbeeld deze blauwe, zie je dat in de wintermaanden het water niet zo hoog staat. Maar in de zomermaanden, juni, juli, augustus, staat het water daar in deze Chinese rivier heel erg hoog. Dat heeft een reden, want daar in China, de rivier begint in de Himalaya, gaat er heel veel sneeuw smelten in de zomermaanden. En dat betekent dat dan in de zomermaanden deze rivier dan heel erg hoog staat. Dus het regime zijn de schommelingen in de waterafvoer. Soms staat het water hoog en soms staat het laag gedurende een jaar. Het woordje vertragingstijd, wat betekent dat? Nou, stel het regent. En het regenwater komt natuurlijk op het land terecht. En dan uiteindelijk op een gegeven moment komt het in een rivier terecht. Of het stroomt over de straten heen, over de oppervlakte heen. Of het komt in het riool terecht. En een deel van het regenwater zal in de grond trekken. En nou, het heeft een bepaalde tijd nodig voordat het regenwater op het land in een rivier terechtkomt. En dat noemen we vertragingstijd. Dus vertragingstijd is de tijd wat het duurt voordat het regenwater, de neerslag, in een rivier terechtkomt. Nu het laatste stukje van paragraaf 3. En dit laatste stukje over overstromingen is alleen voor VWO. Dus degenen die op HAVO zitten kunnen dit overslaan. Er is wat aan de hand met die vertragingstijd. Vertragingstijd is het tijdstip. Hoe lang duurt het voordat het regenwater zeg maar in de rivier terechtkomt en dat het rivierwater omhoog gaat? Nou, de vertragingstijd is tegenwoordig verkort. Tegenwoordig komt het regenwater sneller in de rivier dan vroeger.
Dat heeft te maken, bijvoorbeeld in Nederland, er wonen tegenwoordig 17 miljoen mensen. En dat betekent dat er heel veel wegen en steden en dus huizen zijn bijgekomen. Nederland raakt steeds meer versteend. We hebben steeds minder natuur. Als je gewoon natuur hebt, bossen en gewoon land, dan dat is een soort spons wat het regenwater opzuigt en dan stroomt het daarna langzaam naar de rivier. Maar door verstening, door een harde oppervlak die we veel meer hebben gekregen in Nederland, gaat het water van de neerslag stroomt nu veel sneller naar de rivier. We zeggen dan de vertragingstijd is veel korter geworden door de verstening, wat je tegenwoordig veel meer hebt dan vroeger. Het gevaar van een kortere vertragingstijd door verstening is dat de kans op overstromingen groter is geworden. Want als het water nu sneller naar de rivier gaat, staat het water in de rivier dus sneller hoog. En dan is er meer gevaar op overstromingen. Hè, dat het water bijvoorbeeld weer over de dijk heen kan komen of dat een dijk door gaat breken. En wat je moet bedenken, als het water veel meer de grond in kan zakken, dat de grond, het land, het water als een spons eerst kan opzuigen, doordat er minder verstening is, dan duurt het ook langer voordat het water in de rivier terechtkomt. En dan heb je minder kans op overstromingen. Goed, dit was dan paragraaf 3. Hoofdstuk 2, paragraaf 4. Kustvormen. In paragraaf 4 gaan we ons hele verhaal over endogene en exogene krachten, over ons reisje van de Rijn, van het begin in de bergen tot het einde eigenlijk eindigen. De rivier stroomt uiteindelijk in de benedenloop uit in de zee. En dan gaan we eens even kijken wat gebeurt er allemaal langs de kusten. De deelvraag over deze paragraaf is, wat zijn de verschillen tussen aanslingingskust en afbraakkusten? Paragraaf 4, ook voor haven VWO vrijwel gelijk. Alleen VWO krijgt een extra stukje over winterstormen. Dat ik ook weer aan het einde van deze paragraaf ga bespreken. En dat de havisten dan kunnen overslaan. We gaan zien hoe eigenlijk de strand en duinen zijn ontstaan langs onze Nederlandse kust. Dat is natuurlijk op zich super interessant. En we gaan ook kijken gebieden waar je rotsen hebt als kust. Wat daar allerlei processen zijn. Dit is de samenvatting en HAVO kan dus een stukje van de winterstormen overslaan, dat hoeven zij niet te weten. Op zee krijg je natuurlijk golven en golven zorgen ervoor dat langs de kust dingen kunnen afgebroken worden. Denk aan als het stormt, dat je grote golven hebt, maar golven kunnen ook kusten opbouwen. Er zijn eigenlijk drie factoren die de kracht en de hoogte van een golf bepalen. De eerste is natuurlijk de kracht van de wind. Waait het hard, waait het zachtjes. Dat klinkt op zich logisch, toch? Ook de periode dat de wind waait. Bijvoorbeeld waait het de hele week al heel erg hard? Of is het al een paar dagen lang dat het zachtjes waait? Dat bepaalt natuurlijk ook de hoogte van de golf. En ook, wat is de afstand die de wind over zee heeft afgelegd? Dat bepaalt natuurlijk eigenlijk de golf. Komt de wind bijvoorbeeld uit het noorden, dan heeft de wind honderden kilometers over de Noordzee kunnen waaien. En dat betekent dat de wind de golven hoog heeft kunnen opblazen. Maar komt de wind meer uit het zuidwesten naar richting Nederland, dan heeft de wind eigenlijk maar over een kleiner stukje Noordzee kunnen blazen. En dat betekent dat de golven dan minder hoog zijn geworden. Dus drie factoren. Hoe hard waait het? Hoe lang waait het? En wat is de afstand die de golven over zee hebben kunnen afleggen om zo in hoogte te kunnen groeien? Een golf wordt dus door deze drie factoren opgebouwd. En een golf is niks anders dan de ronddraaiende waterdeeltjes. Als het water diep is, heb je op zich nog mooie ronde golven, maar op het moment dat een golf in de ondiepte komt, langs de kust, waar de zandbodem dan langzaam omhoog gaat, dan wordt de snelheid van de golf als het ware afgerend door de bodem. En dan gaat een golf dus breken, dan krijg je dus een branding.
Als de grot dus in ondiep water komt, breken ze en dat noemen we de branding. Als ons langs onze Nederlandse kust dus een golf breekt op het strand, laat het eigenlijk allerlei zandkorrels achter. Want in het zeewater zit natuurlijk zand, zit slip, wat door de rivieren in de zee is uitgespuugd. Want je moest je bedenken, ons zeewater langs de kust is niet echt helder, maar het is ook niet vies. Maar het is gewoon niet helder, omdat er allerlei slip en kleine zandkorreltjes in zweven. Nou, als een golf dus het strand opvloeit en daarna stroomt het weer terug richting de zee, dan laat het steeds een paar zandkorreltjes achter. Eigenlijk kunnen we zeggen, onze strand wordt op een natuurlijke manier opgebouwd. Elke golf laat een paar zandkorreltjes achter. Dus de branding, de golven, bouwen eigenlijk onze Nederlandse kust op. En jullie snappen het wel, als het hard stormt, als de golven hoog zijn, en dan kan het proces tegenovergesteld zijn en dan wordt het strand als het ware afgebroken en dan wordt er weer meer zand weggehaald dan dat er wordt neergelegd. Dus onze Nederlandse kust met strand en duinen is op een natuurlijke manier ontstaan. Doordat er eb en vloed is, hebben we een stroming. Het zand, het water wat de Hoek van Holland de zee instroomt met al het zand en slip erin, wordt door de stroming meegenomen langs onze kust. Onze kust loopt heel erg langzaam op. We hebben meestal een aanlandige wind, een wind van zee, wat dan zorgt voor branding, voor golven. Elke golf laat zandkorreltjes achter bij normale omstandigheden. En als er eenmaal veel zand op het strand ligt, krijg je een soort strandwal, een soort hoger gedeelte, wat zelfs bij vloed niet meer onder water loopt. Dan neemt de wind het over. De wind waait dan op een gegeven moment het zand wat dan is opgedroogd, verder landinwaarts. Dan krijg je heuvelvorming, duinvorming, dan groeien er allerlei plantjes op, de speciale helmgras en wiestarwe, die goed tegen de zoute omgeving kunnen en die houden dan met hun wortels de zandkorrels vast, de gevormde heuveltjes vast en zo zijn onze stranden en duinen op een natuurlijke manier ontstaan. De zee kan dus opbouwen, de zee kan ook afbreken. Sommige plekken, zoals langs Frankrijk en Engeland, hebben we veel klifkusten, rotskusten. Nou, moet je voorstellen, als golven tegen deze rotsen aanbeuken, elke keer weer, dan kunnen er dus zwakke plekken ontstaan in deze kliffen, in deze rotsen, in dit gesteente. En dan krijg je als het ware inhammen, grotten langs de kust. En dat proces gaat natuurlijk maar door. Op een gegeven moment krijg je, zoals je op plaatje 2 kan zien, dat zo'n grot op een gegeven moment een soort boog kunnen worden, waar je als het ware zo doorheen kan varen met een klein bootje. Nou, als je maar lang genoeg wacht, dan kan het gebeuren dat de bovenkant wat hier dan hangt, dat het geheel te zwak wordt en dan kan zo'n bovenkant instorten en dan hou je hier nog een soort pilaar over. Dit proces gaat dan maar door en door en door. Dus de zee kan dus klifkusten, rotskusten, na verloop van jaren dus ook helemaal afbreken. Dit plaatje kan je dus ook goed zien. En de golven breken de rotsen af, het gesteente af. En op een gegeven moment verdwijnt er dus steeds meer land. En dus zulke soort rotskusten verdwijnen eigenlijk alleen maar. Het wordt dus niet meer opgebouwd. Maar bijvoorbeeld stranden en duinkusten zoals in Nederland. Dat wordt onder normale omstandigheden door elke golf wordt er weer nieuwe zandkorrels neergelegd en wordt het opgebouwd. Alleen bij een zware storm kan het tijdelijk even worden afgebroken. En jullie snappen ook wel hoe snel dit proces gaat, hangt natuurlijk ook af van hoe is het gesteente hard of is het gesteente zacht. Ook als we door afbrokkelende gesteente hier voor de kust een soort
strand kan ontstaan van afgebroken stenen, een soort keienkust als het ware. Dat als er dan een strand is ontstaan van stukjes rots, dat kan natuurlijk ook tijdelijk de golven wat breken, zodat het proces dan wel wat zal vertragen. Goed, nog even terugkomend op Nederland. Wij hebben dus een vlakke kust. We hebben een golf, omdat meestal de wind van zee komt. Dus dat betekent dat er golf is, dat er branding is. Door deze branding wordt er zand afgezet op het strand. De kust wordt opgebouwd. Daarom noemen we onze kust ook wel een aanslimmingskust. Constant slipt er zand en slip aan wat onze stranden steeds opbouwt. Het strand, de zandbanken die ontstaan, die zullen dan op een gegeven moment worden ze hoog genoeg en dan blijven ze ook bij vloed droog. En dan neemt de wind het over, die blaast dan het zand van de strandwallen op en blaast het zand dan wat meer landinwaarts. En dan ontstaan er dus duinen, de kustduinen. En als er dan plantjes op deze heuveltjes gaan groeien, die houden met hun wortels dan de jong gevormde duinen vast. W75 uit het basisboek Geofactoren ga ik ook even kort met jullie behandelen, dat moeten jullie weten. Een aantal begrippen. Er zijn allerlei geo-aardeskundige factoren die zeg maar bepalen hoe onze aarde eruit ziet. De eerste geofactor is de atmosfeer, is eigenlijk de luchtlaag van een aantal kilometers dik om onze aarde. Heel erg belangrijk, zonder deze luchtlaag, atmosfeer, kan er geen leven zijn op aarde. We hebben de lithosfeer, de aardkorst, eigenlijk de ondergrond, de bodem, het relief wat daarin is ontstaan, hooglaag. We hebben het water, hydrowater, hydrosfeer, al het water op aarde. Of het nou in de zee is, of een meer is, of een rivier, of het water in de grond. Of dat het ijs is van een gletsjer. En we hebben de biosfeer. Bio betekent dus het leven, al het leven op aarde, de planten, de dieren, de mensen. En eigenlijk kan je al deze sferen niet los van elkaar zien. Ze beïnvloeden elkaar. Water wat verdampt, wat wolken vormt, dat zorgt voor regen, dan krijg je weer rivieren. En rivieren kan natuurlijk weer in de bodem, in de lithosfeer insnijden. Het beïnvloedt ook het biosfeer, de mensen, dieren en planten die daar weer in de buurt van leven door het water. En hoe is het gebied vruchtbaar? En denk aan een benedenstroomsgebied waar veel overstromingen zijn, wat zorgt voor vruchtbare land. Dus al met al deze geofactoren beïnvloeden elkaar. Dit laatste stukje over winterstormen is alleen voor VWO, dus niet voor HAVO. Winterstormen. In de winter hebben we vaker te maken met harde wind, met stormen dan in de zomer. En dat heeft natuurlijk gevolg voor de kust. Hè. Als er een zware winterstorm is geweest, er kan er een groot stukken strand of duinen worden weggeslagen. Winterstormen kunnen ook zorgen voor overstromingen, doordat het zeewater hoog staat, grote golven zijn. Of in de winter kan je ook vaak te maken krijgen met zware regenval. Dus dat de rivierwater dus hoog kan staan. Al met al winterstormen kunnen natuurlijk zorgen voor veel schade en eventueel ook doden. Of dat mensen geëvacueerd moeten worden als er gevaar dreigt van overstroming. Nou, hoe ontstaat nou zo'n storm? Wind ontstaat doordat lucht omhoog gaat. Warme lucht gaat omhoog. Denk aan een hete luchtballon. De lucht in de ballon is warm en de ballon gaat omhoog. Wij wonen hier in een gebied waar warme en koude luchtlagen, een warme luchtlaag uit het zuiden botst tegen een koude luchtlaag uit het noorden. Als de warme luchtlaag tegen een koude luchtlaag aanbotst, dan gaat de warme lucht omhoog. Dan krijg je aan het aardoppervlak eigenlijk minder lucht. Als lucht opstijgt, de hoogte ingaat, krijg je minder lucht. We zeggen dan, er is een lage drukgebied. Want lucht heeft een gewicht. En als
lucht dan omhoog gaat, wordt het gewicht aan het aardoppervlak qua lucht minder. We zeggen lage drukgebied. Als lucht omhoog gaat, dan krijg je ook wolken en dan gaat het regenen. Het is een lage drukgebied, dus opstijgende lucht zorgt voor wolken en regen. Op een plek waar de lucht naar beneden gaat, op een gegeven moment het gaat ergens omhoog, maar het gaat op vele kilometers verderop ook weer naar beneden. Zo'n gebied noemen we een hoge druk. Dus een gebied waar de lucht allemaal weer naar beneden gaat, zeggen we, daar heb je heel veel lucht aan het aardoppervlak, een hoge druk, een hoog gewicht van lucht. Hoge drukgebieden hebben als kenmerk dat het daar droog en zonnig weer is. Dus weinig of geen wolken. Je hebt dus een plek waar veel wind is, zoals hier bijvoorbeeld op dit kaartje in de buurt van Portugal, hoog luchtdrukgebied. En je hebt een plek waar weinig lucht is, bijvoorbeeld hier zo boven Italië of hier zo op de Atlantische Oceaan. Lucht stroomt altijd van hoog naar laag. In een hoge drukgebied, daar is heel veel lucht. Lage drukgebied heb je minder lucht, omdat daar de lucht omhoog gaat. Lucht stroomt van hoog naar laag en dat is de wind. Dat is de wind die je elke dag voelt. Als het luchtdrukverschil heel erg groot is, dan is de wind heel erg hard. En dan kan het wel gaan stormen. Als het luchtdrukverschil heel erg laag is, bijvoorbeeld hier van Portugal naar Italië, daar is het luchtdruk minder groot. Dan zou je hier een zacht windje hebben. Tussen hieronder IJsland, Reykjavik en Portugal is de luchtdrukverschil best wel groot. Dat kan je aan die getallen zien. Als het getal hoog is, heb je een hoger luchtdruk. Als het getal laag is, heb je een lager luchtdruk. Als het verschil groot is, dan ontstaat hier een harde wind tussen deze twee gebieden. Dat kan je op een weerkaart herkennen aan deze lijnen. Deze lijnen noemen we isobaren. Isobaren geven de luchtdruk aan, dus hoeveel lucht is daar aanwezig. Hoe hoger het getal, hoe meer lucht aan het aardoppervlak. Hoe lager het getal, hoe minder lucht aan het aardoppervlak. Als deze isobare lijnen heel erg dicht bij elkaar staan, dat betekent dat het hier heel erg hard waait. Hier zo boven het Middellandse Zeegebied zie je de isobaren, dat er veel meer ruimte is tussen de isobaren. Dus dat betekent dat het hier dan minder hard waait. Dus een storm ontstaat als een luchtdrukverschil heel erg groot is. Dat zie je op de weerkaart, zie je dat de isobaren, de lijnen van luchtdruk, heel dicht bij elkaar staan. Dus we weten nu in dit gebied boven de Atlantische Oceaan, waait het nu heel erg hard en dan stormt het waarschijnlijk ook. In de winter hebben we dus vaak te maken in het gebied waar wij wonen met veel luchtdrukverschillen tussen hoge en lage drukgebieden. En dat zorgt ervoor dat we in de wintermaanden regelmatig winterstormen kunnen hebben. Wat natuurlijk gevolgen heeft voor onze kust. En want dan is er natuurlijk een gevaar van overstroming als de golven hoog zijn. En dan moet dan de overheid dit goed in de gaten houden, zodat alles veilig voor ons blijft. Dit was paragraaf 4 met de bijbehorende basisboeknummers. Paragraaf 5 is alleen voor VWO, Escape the Classroom. Jullie van VWO moeten eigenlijk kunnen herkennen hoe allerlei natuurlandschappen op aarde, hoe die zijn ontstaan. Bijvoorbeeld hier langs de kust, hier zie je een heel erg droog gebied en dan zie je best wel een fraaie stuk rots hier. Hier zie je een dal. Nou, dit is eigenlijk een paragraaf, dat kan ik niet met jullie bespreken. Dat zal de docent met jullie doen en oefenen in de klas. Dit was dan hoofdstuk 2 van de Bergen naar de Zee. Ik hoop dat je er wel een aanwacht hebt gehad en dat je nu dus een goed cijfer gaat halen voor de liedjes. Als je denkt van, ik heb er wel wat aan gehad, dankjewel, like mijn video, dank namens mij.